Regelmatig geef ik een update over mijn portefeuille, over mijn portfolio. Welke aandelen heb ik en hoeveel zijn ze waard? Nou, aangezien er de laatste tijd niet zo heel veel is veranderd, in ieder geval geen nieuwe aandelen achterbij zijn gekomen, wil ik het in deze video een keer iets anders doen. Ik wil gaan kijken van wanneer heb ik er geld in geïnvesteerd, wat was toen de koers bijvoorbeeld, en vooral hoeveel rendement heb ik tot nu toe gemaakt. Het zijn 13 posities die ik op dit moment heb, die ik allemaal in deze video wil gaan behandelen. Dus laten we snel beginnen. We gaan ons in deze video dus vooral richten op de rendementen die ik heb gemaakt. Nog een paar kleine dingen voordat we beginnen. Ten eerste behandel ik alleen aandelen of investeringen die ik op dit moment heb. Dus niet die ik in het verleden heb gehad of verkocht heb. Nee, alleen investeringen dus die ik op dit moment heb. Dit is omdat dit allemaal aandelen zijn die ik al een tijdje heb en ook nog een tijdje wil gaan houden. Dat het echt aandelen zijn voor de langere termijn. Terwijl ik voorheen nog wel eens ooit deed snel aandelen kocht. Niet precies wist waarom ik ze kocht. Na een tijdje weer verkocht, vaak met een klein verlies. Maar eigenlijk sinds de laatste 2,5 jaar zijn dit vaak de aandelen die ik al dus heb gekocht. En dus eigenlijk nog van plan ben om nog een tijdje aan te houden. En belangrijk is nog dat ik wil zeggen dat dit allemaal investeringen zijn waarbij ik zelf geld in heb gelegd. Dus niet bijvoorbeeld via Bucks of Peaks. Dat mensen zijn eigen hebben aangemeld via mijn links waar ik vergoedingen voor kreeg of aandelen voor kreeg. Nee, dit zijn allemaal juist de investeringen die ik zelf heb gemaakt. En laten we dan beginnen bij nummer 13. En dat is eigenlijk de minst goede, minste rendement. Of in dit geval zelfs een verlies. En dat is op crypto. Daar sta ik op dit moment 14,3% in de min. En dit komt eigenlijk omdat ik pas... Ik heb heel lang geleden ben ik er al wel mee begonnen. Volgens mij zelfs al ooit Bitcoin gehad. Rond 2011 en zo. Heel lange tijd ook wel niet. Toen ergens in 2017 weer een tijdje. Totdat ze geloof 3500 euro waard waren. Of 2000 euro. Toen dacht ik van ja, dit gaat in één keer zo snel omhoog. Laat ik eruit stappen. Nou, het ging dus nog veel verder omhoog. En juist een paar maanden geleden dacht ik weer van laat ik eens weer wat investeren. Ik verdien inmiddels wat met mijn kanaal. Ik kan nog wat extra risico nemen omdat er wat extra geld binnenkomt. Ik zie ook zeker wat potentie in crypto in de toekomst. Dus toen heb ik voor 2000 euro Bitcoin gekocht. En niet heel veel later, misschien alweer een maand geleden of iets langer, zagen we in één keer een flinke dip van misschien wel 10-20% op heel veel crypto's. Toen heb ik nog een keer 1000 euro ingelegd. Dus in totaal zit er 3000 euro in. Helaas is het dat op dit moment niet meer waard. We zitten nu ergens rond de 2600 euro. En dat verklaart natuurlijk de min 14% rendement. Oftewel 14% verlies die ik op dit moment heb. Nou, dat maakt op zich niet zo uit. Het is een tijd dat het even niet zo goed gaat. Of eigenlijk al 2 jaar niet zo goed. Maar er komt heus alweer een tijd dat het omhoog gaat. Het heeft echt wel toekomst. En het is ook weer wederom een investering waar ik wel een beetje risico durf te nemen. 3000 euro, ja, het is wel een behoorlijk bedrag. Maar vergeleken met de rest van mijn portefeuille is het iets meer dan 5% geloof ik. Dus dat risico durf ik wel te nemen. Zeker voor als het eenmaal goed gaat. Dan kan het zomaar makkelijk in waarde verdubbelen, zeg maar. Op nummer 12 staat dan Tesla. Daar sta ik op dit moment 4,4% in de min. Ik ben al heel lang fan van Tesla eigenlijk. En sinds halverwege 2018 ben ik ook aandeelhouder hierin. Ik vond het toen al een interessant aandeel, een langere tijd. Ik las er veel meer over. Ik vond het ook steeds interessanter worden, ook om in te investeren. Daarom ben ik dus begonnen. Nou, qua koers was het toen niet zo interessant. En als we gaan kijken naar het hoogste bedrag dat ik heb betaald voor aandelen, dat was $345,67. Dat was op 13 juni 2018, toen kocht ik er 5. Terwijl juist op het laagste prijs die ik heb betaald $189,20 was. Wederom 5 stuks. En dat was op 29 mei van dit jaar, 2019. En als je dat dus ziet, heb ik eigenlijk dit jaar, begin dit jaar, dezelfde aandelen voor bijna de helft minder gekocht dan wat de hoogste prijs is die ik heb betaald. Dus je kunt zeggen, toen waren ze in het begin heel erg duur. Of ze waren misschien begin dit jaar wel heel erg goedkoop. In ieder geval, juist doordat de koers bleef dalen begin dit jaar, heb ik veel bij kunnen kopen. Zoals gezegd, veel gelezen over Tesla. Vergelijkingen gemaakt ook wel met de concurrentie. En ik heb echt wel het gevoel dat ze een voordeel hebben. Dat ze ook in de toekomst zeker er nog wat van gaan maken. Dat de koers ook weer makkelijk kan verdubbelen. Zeker als we uitgaan van die $190 en nu de $260 die we ongeveer hebben op dit moment. Ik heb dus juist die daling in de koers de afgelopen tijd gebruikt om telkens aandelen bij te blijven kopen. Ik ben ooit begonnen met 5 aandelen en op dit moment heb ik er 25. En door middel van dollar cost averaging, dus telkens terwijl de koers daalt bij gekocht, heb ik eigenlijk mijn gemiddelde aankoopprijs omlaag kunnen brengen.
Volgens mij lag hij ergens in het begin nog op de $314 toen ik er 10 aandelen had. Inmiddels ligt hij rond de $270, dus nog een klein beetje en ik sta al in de plus. Op het moment dat je deze video uitkomt eigenlijk, is de dag dat ook Tesla met zijn Q3 van 2019 de cijfers uitkomt. Ze hebben goede leveraantallen gehad, veel auto's afgeleverd, een record. Of dat ook gaat terugverwijzen eigenlijk naar... Hebben ze winst gemaakt of minder verlies dan voorheen? Dat is nog een beetje afwachten en zal zeker effect hebben op de koers. Gaat zeker wel 5% bij of in de min. Dus wie weet dat ik wel in één keer min 10% sta op mensen die zitten te kijken of in één keer positief sta. Op nummer 11 staat dan Vanguard EMU DLD met min 2% en daar kunnen we eigenlijk heel erg kort over zijn. Ik opende de account bij FlatEx, ik stortte er €100 in. Ik zocht een Vanguard fonds dat hun wel aanbieden, wat bijvoorbeeld de Giro niet had, om puur om even te vergelijken. Ik vond dit fonds, ik dacht, oh, het is Vanguard. Koop maar, kan ik misschien nog gebruik maken van de bonus die ze op dat moment hadden. Helaas staan we op 2% in de min. Niet echt heel veel over nagedacht. Het was puur om even te kijken hoe FlatEx werkte. Welke aandelen er waren en hoe makkelijk een aankoop ging. En dan komen we uit bij nummer 10. Dat is Think Global Real Estate. Daar sta ik 1% in de plus. Het is een vastgoed REIT. Die heb ik dus vorige week gekocht. Het was een van die aandelen die ik in de laatste video van interessante aandelen besprak. Ik zal hem hier even linken. En ik wilde zelf wat extra spreiding. Ik miste nog een beetje vastgoeddingen. Op lange termijn denk ik wel dat die redelijk goed zijn. Zeker ook als er een crisis eventueel weer aankomt. Dus ik wilde wat meer spreiding. En dus heb ik besloten om een REIT te kiezen. Dus een Real Estate Investment Trust. Eigenlijk gewoon een vastgoed ETF zou je kunnen zeggen. En ik ben voor degene van Tink gegaan. Wat wereldwijde spreiding. Ik wilde eigenlijk nog meer richting Nederland, maar die kon ik niet echt vinden wat aan mijn eisen voldeed. En dit was zeker wel een goede tweede keuze. Zoals gezegd sta ik pas 1% in de plus, maar dit heeft er ook mee te maken dat ik nog geen 10 dagen heb. Dus prima zou ik zeggen, laten we hopen dat het verder groeit de rest van het jaar. Dan komen we bij nummer 9 en dat is wederom Vanguard, maar dan VWRL, het Vanguard All World Fonds. Wel bekend denk ik binnen onze community, met een plus van 4,9%. Ik heb dit aandeel of deze ETF eigenlijk sinds halverwege 2018. Ik heb niet echt kunnen profiteren van de dip die er toen eind 2018, begin 2019 was. Ja, ik had er wel van kunnen profiteren natuurlijk als ik aandelen hiervan had gekocht, maar op dat moment kocht ik juist andere aandelen. Op die manier heb ik eigenlijk altijd de prijs die het op dit moment ongeveer waard is betaald. Dus is er nog geen 5% in de plus gegaan. Maar desalniettemin is het natuurlijk altijd een interessant aandeel. Of je nou een beginner bent of een gevorderd iemand. Of zoals in de vorige video al zei. Er zijn mensen in onze community die gewoon 100% in VWRL zitten. Omdat je wereldwijde spreiding hebt. Best wel goed rendement en lage kosten. Dus ja, waarom zou je hier niet voor kiezen? Daarom is het ook zeker een ETF of een aandeel wat in mijn portefeuille voorkomt. Nog niet zo heel groot, maar dat wil ik wel in de komende tijd nog wel uitbreiden. Dus laten we hopen dat in ieder geval gemiddeld 7% per jaar kunnen boeken met dit soort dingen. In ieder geval op de langere termijn. Op nummer 8 komt dan Brand New Day met een plus van 9,8%. Nou is dit niet echt een aandeel, maar het is wel een investering. Hier doe ik pensioenbeleggen. En ik zal trouwens een link plaatsen naar Brand New Day hieronder. Het voordeel hiervan is dat ik via mijn eenmanszaak dus eigenlijk mijn pensioen zelf moet regelen. Dat ik hier bruto geld in kan leggen. En het voordeel hiervan is natuurlijk dat je het bruto bedrag kunt gebruiken in plaats van eigenlijk het netto bedrag wat je normaal aan aandelen besteedt. Dus op lange termijn kun je dan 2-3 keer zoveel rendement maken. Ik wil hier niet te veel geld inzetten. Ik heb een tijdje €100 in de maand gedaan. Nu staat het meer op €50. Maar dat komt meer omdat het geld wat je erin doet is dus wel bruto. Dus je kunt meer geld inleggen, dus meer rendement maken. Omdat je pas op het einde met je pensioenbelasting betaalt. Nadeel hiervan is dat het natuurlijk wel vast staat tot aan je pensioen. Je kunt het er wel eerder uithalen. Maar dan betaal je natuurlijk weer extra belasting, een boete, dat soort dingen. Dus het is gewoon een extra potje voor erbij. Ik richt me vooral op de gewone aandelen die wat meer liquide zijn. Maar dit is zeker wel interessant, zoals gezegd, vanwege het bruto gedeelte om pensioen te beleggen. Dan komen we bij nummer 7 en dat is Peaks met een plus van 10,2%. Ik heb in het begin gezegd dat ik Peaks niet mee zou nemen, maar dat was het gedeelte van de commissies of de vergoedingen die ik eigenlijk heb gehad, omdat mensen zijn eigen aanmelden via mijn video's eigenlijk, mijn review die ik erover heb gemaakt. Ik zal trouwens een link daarvan onder deze video zetten mocht je geïnteresseerd zijn. Maar met Peaks ga je dus eigenlijk koppel je het aan je bankrekening. Wanneer je nou een keer een betaling doet of een pintransactie, dan rond je bedrag af naar de hele euro daarboven. Dus je koopt iets voor €1,42. Dan betaal je €1,42 in de winkel en 58 cent wordt automatisch naar Peaks overgeschreven.
volgens het profiel dat je daar hebt, en ik heb een pittig profiel, wat wil zeggen extra risico, 90% aandelen, wordt dat automatisch belegd en daar komt dus mijn rendement van 10% vandaan. En zoals je ook in de app kunt zien, zie je waar het geld in zit. Ook wederom hier veel indexfondsen of ETF's met grote spread. En zoals gezegd, 90% is in aandelen. Op nummer 6 staat dan AMD met een plus van 12%. Dit is wederom een aandeel dat ik via FlatEx heb gekocht. Ik zal trouwens ook wederom naar FlatEx hieronder een link plaatsen. FlatEx juist interessant omdat je geen kosten betaalt voor de aankoop van aandelen. Zoals gezegd, ik had €100 gestort in dit account. Ik had dus dat ene Vanguard aandeel gekocht. Ik had nog geld over. Ook dit aandeel AMD heb ik besproken in een interessante video. Interessante aandelenvideo, zo moet ik het zeggen. Ik geloof 2 maanden geleden. Dus ik dacht van laat ik het niet stil laten staan op FlatEx. Laat ik het dus investeren. En ik heb dat gedaan op dat moment in AMD. Omdat dat dus interessante aandelen waren. Volgens mij in ieder geval. Dat is ook wel een beetje waar gebleken natuurlijk. Als je in 2 maanden tijd plus 12% zit. Ik hoop mijn positie nog wel uit te kunnen breiden. Op dit moment zijn het er maar een paar, geloof ik. Maar in ieder geval, laten we hopen dat ik op de komende tijd, als het aandeel interessant blijft in ieder geval, om wat extra aandelen te kopen. Dan komen we bij nummer 5 aan. Dat is Fusa met een plus van 13,3%. Dit is het bekende ETF van Vanguard S&P 500 fonds. Dus wat de volledige S&P 500 volgt. Dit zijn dan weer de 500 grootste bedrijven van Amerika. Dus een best wel brede spreiding over 500 bedrijven, maar wel alleen in Amerika. Hier heb ik het van de week trouwens ook al over gehad in de video indexfonds versus ETF's. Ik zal die ook wederom hier even linken. Daar kun je goed kijken wat daar verschillen voor zijn. VWRL is meestal de populairste, maar dit is zeker een interessante tweede. Juist vanwege lage kosten. 0,07% kosten per jaar, samen met een redelijk goed rendement. En dus ook weer spreiding, zoals gezegd, over 500 grootste bedrijven van Amerika. Dus dat wederom dus waarom ik het in mijn portefeuille heb zitten. Voor goede spreiding, goed rendement. En zoals gezien dus ook 13,3% in de plus. Komen we aan bij nummer 4 en dat is Facebook met een plus van 15%. Dit is een van die aandelen waar ik juist van dipjes profijt heb gehad. Tot op de juiste momenten eigenlijk geld te investeren. Gaan we nou kijken naar mijn eerste aankoop bijvoorbeeld. Dat waren 5 aandelen tegen $174 op 26/7/2018. Toen 2 maanden later of 1,5 maand later kocht ik er weer 5 tegen $168. En dat was dus eigenlijk weer dollar cost averaging. Terwijl de prijs omlaag gaat, kocht ik weer wat extra bij. En op dit moment heb ik dus ook 10 aandelen in Facebook. Zoals gezegd heb ik hier echt geprofiteerd van dipjes in de markt. En dit waren dipjes van 20% op de koers van Facebook. Na wat negatief nieuws over wederom privacy natuurlijk. Het was al een aandeel wat ik in de gaten hield. Dus waar ik al veel van af wist. Ik had het alleen nog niet gekocht. En dit was juist zo'n moment van, is dit nou een overreactie van de markt? Of is dit, ja, is het gewoon logisch dat de koers 20% onderuit gaat? Het was eigenlijk, naar mijn mening in ieder geval, een nieuwsbericht wat niet rechtvaardigde dat de koers in één keer met een vijfde eraf ging. Dus het leek mij juist het goede moment om te investeren, omdat juist de koers op korte termijn wel weer zou herstellen. Nou, dit heeft wat langer geduurd, maar inmiddels zijn we een jaar verder en heb ik dus al 15% sta ik hierbij in de plus. Komen we aan bij nummer 3 en dat is Bing Forward met een rendement van 22,2%. Nou, dit is een van de aanbieders die ik ook regelmatig aanraad. Dus ook wederom een linkje onder deze video. Ik denk zeker voor beginners is het zeer interessant. Omdat het een vorm van beheerbeleg is. Dus je kunt heel veel automatiseren. Ik ben hier inmiddels al 3,5 jaar klant. Ik ga gewoon elke maand stort ik automatisch, heb ik al ingeboekt, €300 over. Wordt automatisch voor mij belegd. Daar hoef ik verder niet naar om te kijken. Natuurlijk betaal je wel meer kosten dan wanneer je alles zelf zou doen. Maar zeker met dit rendement, al is het wel over 3 jaar, vind ik een prima rendement. En ja, voor de moeite die ik erin steek, is dit gewoon prima. Juist ook door de extra spreiding die het aanbiedt. Want het gaat niet alleen in aandelen. Het gaat ook naar obligaties, naar vastgoed. Dat soort dingen. Dus je hoeft zelf je geld ook nog niet te spreiden. En juist een van de voordelen van Bing Forward is dat het heel gedetailleerd is, je dashboard. Het is heel veel informatie, maar wel heel duidelijk. Je kunt precies zien hoe je alles verdeeld is. Welke rendementen je hebt gemaakt op bepaalde periodes. En ook hoe je geld is geïnvesteerd. Dus alle fondsen, noem het allemaal maar op. Alle aandelen staan hier vermeld. Dan komen we aan bij nummer 2 en dat is Apple met een plus van 23,9%. Dit was een aandeel dat ik 2 jaar geleden heb gekocht, november 2017. En eigenlijk mijn eerste echte aandeel, mijn serieuze aandeel, laat ik het zo zeggen. Van tevoren heb ik wel PostNL, ING gehad, GoPro. Maar dit was echt zo'n aandeel wat ik dacht, dit koop ik en dit doe ik ook echt voor de lange termijn. Ik geloofde in Apple, hun iPhone verkopen bijvoorbeeld.
Zelf ben ik echt Apple-fan eigenlijk. En het, ik zou misschien wel over willen stappen, maar dan zit je natuurlijk weer vast in een ecosystem. Dus ja, ik ben ook gewoon tevreden klant van Apple, laat ik het zo zeggen. Dus ik ga niet snel iets proberen. Nou, steeds meer mensen raken bekend met Apple-producten. En dat was dus een reden dat ik hier ook echt aandelen van wilde kopen voor de lange termijn. Je kon wel merken dat ik nog niet alles perfect deed op dat moment. Dat ik ook veel heb bijgeleerd, want ik kocht dit aandeel. Twee aandelen heb ik gekocht op dezelfde dag, alleen apart. Dus ik maakte twee keer kosten. Waarom had ik het niet in één keer gedaan, zou je zeggen? Dat zijn van die dingen die ik ook nog bij heb geleerd. Dus geen idee waarom dat de reden was dat ik op dat moment misschien wel 's ochtends één aandeel kocht en 's middags nog één. Maar tot nu toe heeft het in ieder geval goed uitgepakt met bijna 24%. We hebben ook een tijdje gehad, volgens mij eind 2018, begin 2019, dat het niet zo goed ging met Apple. Maar als we dan weer naar dit jaar kijken, Apple staat dit jaar alleen al 50% in de plus. Dus laten we hopen dat ze dit in ieder geval door kunnen zetten voor de langere termijn. Ik denk wel een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld. Die veel aan het verspreiden is eigenlijk. Niet alleen maar producten, steeds meer diensten. Apple TV komt erbij. Services wordt steeds belangrijk voor Apple. Dus laten we daarvan profiteren in de toekomst. En dan zijn we aangekomen bij het laatste aandeel. Het aandeel met het meeste rendement. En op nummer 1 staat bij mij Visa. Met 35,5% rendement. Nou zou je zeggen, dit is wederom zo'n aandeel net zoals Facebook. Dit heb je gekocht terwijl er een dip was. Maar nee, dat is niet het geval. Ik heb het gewoon gekocht op een bepaald moment omdat ik het interessant aandeel vond. En eigenlijk is het sinds die tijd alleen maar door blijven stijgen. Alleen de dipje, de correctie, net hoe je het wil noemen, zoals al eerder gezegd, eind 2018, begin 2019. Daar had Visa natuurlijk ook last van, want daar had de hele markt last van. Maar eigenlijk op dat moment na zie je eigenlijk gewoon een rechte lijn vanaf ergens begin 2018, halverwege 2018, dat ik het aandeel kocht tot en met nu. Het is ook een aandeel dat ik volgens mij al één, misschien zelfs twee keer heb genoemd in interessante aandelen. Ik wil het misschien zelfs nog wel bijkopen, omdat het nog steeds interessant is volgens mij voor de toekomst. Ik moet een beetje afwegingen maken, want ik heb al meer aandelen genoemd in deze video die ik interessant vind om in te investeren. Visa is er zeker één van, maar tot nu toe zelfs dus 35% rendement. En dat waren dan de aandelen of mijn investeringen die ik heb gedaan, 13 stuks van verliezen van 15% dus tot rendementen. Nou, je hebt een beetje kunnen zien, hoop ik, in deze video dat soms keuzes zijn met wat extra risico's zoals crypto en Tesla die zich nu nog niet hebben terugbetaald. Maar waar ik misschien voor de komende tijd, waar ik rendement hoop te maken. Mocht het niet zo zijn, dat risico heb ik durven nemen, willen nemen. Gaat het in één keer goed, kan het zomaar 2, 3, 4 keer zoveel waard worden. Ik heb ook met sommige dingen geluk gehad. Bijvoorbeeld met Visa dat het bleef stegen. Terwijl ik er eigenlijk natuurlijk wel vertrouwen in heb. Maar juist omdat ik heb geprofiteerd van bijvoorbeeld een dipje in de markt, zoals bij Facebook. Misschien is dat wel een goede strategie. Al zijn natuurlijk resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Misschien heb je er iets van kunnen leren. In dat geval geef even een duimpje omhoog als je het een leuke en interessante video vond. Mocht je nog vragen hebben, misschien nog opmerkingen of suggesties voor een video, noem het allemaal op. Laat dat weten onder deze video. Zoals gezegd vind je daar alle links naar aanbieders die ik heb besproken. Of naar onze Discord chat waar we met meer dan 550 mensen over dit soort onderwerpen praten. En ben je nog steeds aan het kijken, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Klik hieronder op abonneren, klik op het bel-icoontje. Dan krijg je altijd weer een melding als ik een video online zet, zodat je er nooit meer eentje mist. En zie ik je graag in de volgende video weer terug.